De schrijversgroep 77, de actiefste, grootste en oudste schrijversorganisatie in Suriname, heeft gisteren haar 40-jarig bestaan gevierd. De feestelijke vergadering vond plaats in Tori Oso. Het goed opgekomen publiek heeft kunnen genieten van de voordrachten van diverse oude en nieuwe leden van de organisatie onder begeleiding van een band. De sfeer zat er goed in en de organisatie mag terugkijken op een mooie, succesvolle avond. De schrijversgroep 77 heeft al 40 jaar het doel om een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van de Surinaamse letterkunde. Zij maakt zich daarom sterk voor de geestelijke en maatschappelijke belangen van de leden. Voorts onderhoudt zij een groeiend internationaal literair netwerk. U krijgt enkele fragmenten van de viering van gisteravond. De naam zegt het al, 1977, het oprichtingsjaar, 26 augustus in de Kaderclub, verlengde Gemeenlandsweg, ongeveer in dezelfde tijd als de oprichting van de Surinaamse journalistenkring. Maar die was bij Jozef Slagveer thuis aan de Gonkrijkstraat. Makkelijk waren de jaren niet. Na 3 jaar reeds die staatsgreep met avondklok en allerlei verboden. Wat schreef je wel, wat schreef je niet? Schrijvers die pro waren, schrijvers die tegen waren. Journalisten pro, journalisten tegen. Maar vandaag is schrijversgroep 77 40 jaar. Mijn periode als voorzitter had 2 kanten. Prettige kant. Een vervelende kant. Laten we beginnen met de prettige kant. Er zijn heel wat dingen gebeurd. Vooral, zoals Somra zei, het aantrekken van veel sprekers over allerlei onderwerpen. Het trainen van jongeren. Ik denk aan Judy Alexander, die al een tijdje weg is uit het land. Ik denk aan Brown, die moet nog in het land zijn. Ik denk aan De Kom, een heel getalenteerde jongeman. Familie van De Kom, maar je hoort niks meer van die man. En zo heb je nog een paar anderen. Sommigen hebben een boekje kunnen produceren. Dat was een groot verwijt aan de schrijversgroep. De schrijvers, de jonge schrijvers, worden niet genoeg gestimuleerd om te schrijven. Tot zover enkele fragmenten uit de voordrachten bij de viering van het 40-jarig bestaan van de schrijversgroep 77. De actiefste, grootste en oudste schrijversorganisatie in Suriname. De feestelijke vergadering vond plaats in Tori Oso.